Nou, sowieso heb ik het meeste ervaring van iedereen. Dus het gaat langs mee. Dus technisch ben ik ook wel beter dan de meeste van ons. En ik ben wel sterk. Dus, en dan ook niet alleen mijn benen, maar ook mijn bovenlichaam. Ze is sterk, explosief en heeft heel veel power. Dus ze kan over 50 meter de slee een enorme versnelling geven. En dan laat ze heel actief, dus geeft ze hem nog een extra versnelling. En dat maakt het verschil tussen die paar honderdste waardoor je medaille wint of verliest. In het Olympisch seizoen gaat alles net even anders voor het dames bobslee team. Zo is Judith Vis, net als de andere teamleden, nu fulltime sporter. Ze traint en woont op Papendal. Daarnaast is de Engelse oud-bobsleester Nicola Minicello er. Om het team sinds mei voor te bereiden. Het aantal remsters werd vergroot naar 4. En deze week wordt op de ijsbaan in het Duitse Oberhof besloten wie er dit seizoen plaats gaat nemen achter pilote Esmee Kamphuis. Alles is dit jaar dus opzij geschoven door Judith Vis. En dat was geen makkelijke keuze. Vooral het opzeggen van haar baan viel haar zwaar. Ik werk als chemische analist bij DSM in Delft. Dus heel wat anders. Ja, heel erg leuk, heel erg inspirerend. En ja, ook gewoon anders dan sporten. Sporten is toch vooral fysiek bezig zijn. En de coaches bedenken het eigenlijk en jij voert het uit. En ik vind het ook wel leuk om zelf gewoon dingen te bedenken. Op de bobbaan in Harderwijk is deze zomer, anders dan voorgaande jaren, veelvuldig getraind op de start. Het onderdeel waar nog de meeste winst te behalen valt voor de Nederlandse bobsters. Die winst van honderdste secondes is nodig om het laatste stapje naar een podiumplek te maken. Ik denk top 5 is heel dicht bij elkaar. En eigenlijk alles daarbinnen is mogelijk. En het kan 1 zijn, het kan 5 zijn, maar we gaan zeker mee strijden om de hoogste plekken. Ja, absoluut. Klaar! Oké! Het belangrijkste op de Spelen is, ten opzichte ook van andere World Cup wedstrijden, is dat je 2 dagen 2 runs doet, dus 4 in totaal. En dat betekent ook dat je heel stabiel en constant moet kunnen presteren. En als je dat doet, dan hoef je geen topprestatie 1 keer te leveren, maar 4 keer super stabiel gaat het verschil maken. Judith Vis dacht ooit als hordenloopster naar de Spelen te gaan. Maar 2 zware blessures zaten haar atletiekcarrière en Olympische droom dwars. In het bobsleeën heeft ze een 2e kans gekregen. En met de winterspelen nu in het vizier voelt het zeker niet als een troostprijs. Dit zijn de enige spelen die ik kan gaan halen, want eerder kon het gewoon niet. Dus dat is absoluut wel ik denk dat het meer een beloning is voor mijn doorzettingsvermogen uiteindelijk. Dus ik denk dat ik het zo moet zien. En ik had natuurlijk na mijn eerste blessure kunnen stoppen en ben doorgegaan. En na de 2e blessure had ik kunnen stoppen en ik ben nog een keer doorgegaan. Dus dit is wel echt een beloning voor mijn doorzettingsvermogen en voor alles wat ik heb moeten doorstaan. En dat dan niet jouw eerste keuze sport is, maakt dan niet uit. Nee, uiteindelijk niet. Het is wel jammer natuurlijk. Maar als je heel diep in mijn hart kijkt, dan had ik allerliefst atletiek gedaan. Maar dat is nou helemaal niet zo. En dan is dit zeker de moeite waard. Absoluut. Ja.